Moest meteen op de rem gaan staan. Anders kregen we daar meteen problemen mee. Even kijken, wij gaan in ieder geval. Is het een tijdsgebonden scenario? Nee, dus dat is mooi. Ben ik alleen vergeten de scenery quality een beetje naar beneden te zetten, maar we zullen zien hoe ver we komen. Oh. Licht je natuurlijk even aan. Zwangsbremsung. Nee, ik moet geen U hebben. Zwangsbremsung. Moet 75 hebben. Nee, ik moet geen O hebben. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ah, dat bedoel ik, 70. Goed, waar rijden we mee, jongens? We rijden dus met de. Wow, de. Of. Zo. 189 locomotion met een berg met. Ja. Autootjes. Even kijken op de map. We moeten nog heel eventjes wachten, want er komt nog iets aangereden. Nou, dat is toch wel heel erg toevallig. Dat hier ook nog een 2068 voorbij komt. Dat is wel heel erg toevallig. Goed, anyway. Is in ieder geval goed gekund deze keer, dus daar ben ik in ieder geval blij mee. Oh. ASB. 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 Oh, 60 trouwens hier, dus laten we dat ook maar aanhouden. Zo, ik heb ondertussen mijn lijstje er ook al bij gepakt voor PZB. Ja, ik heb toch al gedrukt, joh. Maximaal 120 km per uur. 1000 hertz afremmen naar 70. 500 hertz afremmen naar 35. Restrict monitor is natuurlijk 45. Restrict monitor met 1000 hertz is ook 45 en restrict monitor met 500 hertz is 25. Zou nog wel kunnen, Dutch driver, dat moet in principe geen probleem zijn. Dan kan ik er wel iets in fixen. Zo'n zegt meestal toch een iets langere stream, dus ik denk dat dat wel gaat passen.
Ook de eerste keer dat we echt in deze drie delen de route compleet af gaan rijden, jongens. Dus het stuk wat we nu rijden is eigenlijk van mij nog vrij nieuw. En we rijden in dit deel rijden we tot aan de Simmeringenbaan. Deel 2 doen we volgende week en deel 3 over 2 weken. Ja, Mobot loopt echt gigantisch achter. Ja, daar moet ik nog echt een keer naar gaan kijken. Komt hier nog een appelstofzuiger voorbij? Ja, 95. Ja, volgens mij wel, ja. Zou me in ieder geval niet verbazen. Onderweg hoeven wij nergens te stoppen, alleen nog in Mürzeslag. Of tenminste, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar in ieder geval. Dat is ongeveer 38,75. Oké, treinspot in Nederland. Geen probleem. Er is trouwens vandaag ook, en dan spreek ik over 2 januari 2016. Is er een update uitgekomen voor de Brennerpas. Denk ik net 2,5 uurtjes, 3 uurtjes geleden misschien. Dus mocht je die route hebben, vergeet hem eventjes niet te updaten als je dat nog niet hebt gedaan. Oké. En als je afvraagt waarom ik de laatste periode heel vaak met deze 189 en 101 rij, is gewoon dat het gewoon fantastische mooie terreinen zijn om mee te rijden. Ja, klopt. Goed, 120 maximaal voor onder deze PZB mode. Tussentijd kan ik wel even kijken of ik Mobot even een trap onder zonder mijn dingen kan geven. Stoel. Ach, ga fietsen mee, stoerong. Ja, we gaan nog eens een keer een stoerong. Ja, ik moet zeggen, op dit moment is voor Train Simulator is dit toch wel één van mijn favorieten. Moet ik zeggen, dat absoluut. Fietsen. Ik vind het prima als dat zo. Rijd lekker zo. Ja, klopt. Dat is zeker, Rob Jansen. Maar ik kan zeggen, ik heb hem hier ook nog steeds liggen. Nou, het is een 2 cd'tjes, ja.
eens even kijken, want volgende week woensdag is het de 11e. Ja, nu klopt hij wel weer. Deze ook. Nee, niet scenario's. Allee. Die moet ik hebben. Ja, nu klopt die wel. Mooi. Robot is ook weer wakker. Zo. Way better. Goed, anyway. Even kijken. We hebben nog 29 kilometer te gaan, jongens. Nog 29. Ja, gezellig. Nice. Het is toch wel mooi te zien, dit stuk van de route. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien, dit, maar... Tunnel hype! Klein beetje tractie erbij geven. Nog 4 kilometer tot aan Kinsberg. Indeed, Flyers komt weer indeed. Ja, ik hoop het in ieder geval. Als er nog een paar foutjes in zitten, laat ik rust maar weten. Maar ik denk dat die aardig klopt nou. Ik heb de maand toch maar even afgekocht. Oep, 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 oep. Daar gaat niet helemaal goed. Ik kom vrijdag de 99.04 tegen. Met de trein naar Zell aan de zee. Oh, nee. Maar wat voor trein is dat dan? Nee, want dat was toch een 1600? Mag altijd, stuur maar gerust even op. Actually, een meisje maak scenario, kan je hem gewoon opsturen. Als die groter is dan 10 MB. Tadam. We gaan trouwens, als ik me niet vergis, jongens, later in deze week. Dan moet ik heel even dadelijk kijken. Als ik het goed heb.
Oh, 90. Klein beetje te hard, kan gebeuren. Ik zag natuurlijk net iets te laat. Ja, dat komt omdat het net getriggerd was en zo aan hem. Op Jan zal het dan in de chat voor je gezet. Wanneer heb ik niet gepland staan? Oh, nog niet. Nog niet. Oké. Okay. Binnenkort gaan we in ieder geval een scenario rijden nog van Japarama. Op de 3 country corner route. En dat gaat ook met deze lok zijn. Ik heb nog geen datum voor ingeprikt staan. Maar die gaan we dus in ieder geval in deze week ook eventjes doen. Als je op de spreadsheet kijkt natuurlijk, dan staat er onder de show. Staat natuurlijk ook nog een andere pagina genaamd extra scenario slash test. Dat zijn scenario's die van een request zijn of die nieuw zijn. Die al beschikbaar zijn voor eventuele opvullingen van de livestream van de scenario's. En ook tevens staan daar alle scenario's die ik aan het testen ben of getest heb en iets mis. En dat geldt natuurlijk ook voor de Dutch scenario's. En er staat toevallig jouw scenario bij, Treinboy. Als ik me niet vergis. Zo niet, dan komt hij er nog in. Daarnaast zie je natuurlijk ook alle carrière scenario's. Tenminste, niet alle, maar in ieder geval veel. Steammaster, thanks for the host. En daar staat er gewoon open request, maar daar staat nauwelijks iets in op dit moment. Of iets in. En de Train Drive Challenge, die staat even stil. Komt hier nog een Alpenstofzuiger voorbij met een goedere trein? Zie je ook niet vaak. Twee zelfs. Met een cola trein. Awesome. Ik ga zo meteen naar 110. Let's go. En over een stukje mogen we zelfs door helemaal naar 120. Nou, laat ik hem alvast maar op 120 zetten. Maar tegen die tijd dat wij 120 rijden, dan zijn we er mijn kant voorbij, denk ik. Oh, ik hoor altijd van René zeggen dat de 1100 serie altijd dus de Alpenstofzuiger waren. Door het kenbare geluid, of herkenbare geluid, als ze zich altijd maken. Ja, precies. Ik zat dat met de 10 zak nog even te twijfelen inderdaad, met die twee, ja. Ja. Ik moet zeggen, tot nu toe gaat de rit lekker, moet ik zeggen. Tot nu toe niet echt nauwelijks probleem of zo. Ik ga fietsen mee, Sturong. Dus daar ben ik wel zeer blij mee. Loopt ook gewoon lekker. 23, 24 fps. Joh.
Zo, meteen weer afremmen naar de 110. Ja, maar dat geldt voor alle 1700's, vind ik. Goed, bij dit bordje gaan we daar afremmen naar 110. En... bam. Misschien een beetje te vroeg, maar normaal niet uit. Komt helemaal goed. Volgens mij krijgen we zometeen weer een tegentrein. Is nog Siva. Oh, ja, Siva, ja. Inderdaad, en city shuttle. 14 kilometer nog, jongens, tot het eind van dit scenario. De scenario bestaat uit 3 delen, wat ik al zei. Je hebt het gedeelte van tot aan de Semringenbaan zelf, en dan nog een stuk naar Wiener. Mogen we zo meteen weer optrekken naar de 120. Goed, oh, andere kant weer op, andere kant. Zo. Ja, ik toch moet zeggen, jongens, dat ik totaal geen spijt heb van deze route. Dit is gewoon toch echt een fantastische route. Kan ik bijna niet wachten dat ik de hoe heet die andere route kan kopen, de Brennerpas. Als die net zo goed loopt als deze route, dan wauw. Veel plezier nog in de stream. Ja, komt helemaal goed. Ga je natuurlijk nog succes met je ritje. En dan zou ik zeggen, in ieder geval tot de volgende keer, in ieder geval, joh. En dan nog succes, ja. Ja? Ah, oké. Okay. Kan ik nu toevallig wel laten zien? Want ik hoef hem niet te veranderen. Nee, kan ik laten zien. Laten we dat even zo doen, kan ik een mooie foto maken. Wee. Locomotion High. Waarom moet er nou weer een godsnaam? Een bord voor mijn neus staan. Zo. Klein beetje naar achteren toe. Dan kan ik in ieder geval de tekst nog kwijt. Zo. Daar rijden we dus mee in. Met de 189 uit Duitsland in de Locomotion livery. Ja. Oeh, wat? Wat waar? Are you serious? Ik krijg de lichten niet anders aan.
Ja, het is goed, we rijden zo wel hoor. Het is goed. Ik kan er niet anders van maken. Ja, echt hè. 8 kilometertjes, 8 kilometers to go. Ja, dat zou goed kunnen. Ik heb soms een beetje problemen met die lampjes. Maar het is zo goed. Goedenavond en welkom. Sowieso voor iedereen die nieuw in de livestream zijn. Goedenavond, welkom. Mocht je natuurlijk dit op Twitch nog aan het kijken zijn in de livestream, vergeet er al eventjes niet op het volgknopje te duwen. En mocht je natuurlijk op YouTube dit aan het kijken zijn, vergeet er al ook niet eventjes op het subscribe knopje te duwen of het abonneren. Klikken, daar doe je mij een veel plezier mee. En natuurlijk ook een duimpje omhoog. Ik heb zometeen 110. Ja, kan ik me wel niet meer voorstellen. Dat heb ik soms ook wel, zodat ik even zoiets heb van even lekker achteruit liggen. Wat hangen. Hé, hey, is dat niet een 24? Of een 423? Een van de twee. 424, dat is een vierdelige. Zeer zelden tot eigenlijk niet tijdens het in Nederland. Kan ik zo meteen wel even doen na dit scenario. Hey, goedenavond, welkom. Goed, zo meteen naar 90, laten we dat alvast maar gaan doen. Dan kom ik bijna aan, doe trouwens ook maar 80 ook. Het is toch geen tijdsgebonden scenario. 3,25 kilometer. 3 kilometers to go, guys. 3 kilometers to go. Geel, dus dat betekent naar de. Laten we nou ondertussen naar de 60 gaan. Survivors. 70. Ja, toevallig rijden we al ronde, dus dat is goed. Dat is al iets te veel. Ik ben even te twijfelen of ik nou naar 45 moest of gewoon eens op 60 maar blijven. Ja, daar ben ik ook heel erg blij mee, eerlijk gezegd. En ik heb nou ook een heel mooi grafiekje ervoor. Zifa. Dat was ik zelf. Stil. Waarom grijpt PZB hier niet in? Waarom grijpt PZB hier niet in? Ja, nu ja! Nu ik het zelf al heb gedaan. Het is dat ik zelf in de noodrem ging. Ik had hier 500 MHz moeten hebben. Zwangsbremsen.
En dat krijg ik gewoon niet. Zwangsbremsung. Oh, lol. Ik ben blij dat we nog letterlijk op tijd stilstaan, jongens. Maar dan ook echt letterlijk op tijd. Voor de wissel dan. Damn. Goed, wij kunnen in ieder geval binnenkomen nou. Anyway. Nou, maar dat is het verpande. Ik denk dat dat het is, Stefan, inderdaad. Want ik had zat echt te wachten van wanneer komt die 500 MHz. Maar het is op een gegeven moment dat ik, dat ik het idee had van ik begon al te twijfelen naar rood. En toen ik het zag had ik al zoiets van, oh nee. Nee, deze knaai ik mezelf. ik ging in de nood remmen. Maar ja, goed, maakt niet uit. Liever zelf erin dan dat dat ding het doet. Maar ik weet zeker hè, dat PCB mij niet had voor gestopt hier. Ja, uiteindelijk wel natuurlijk als je door rood gaat. Ik weet niet precies hoe dat zit. Ja. Ik zat echt naar de grafieken te kijken en ik dacht, what? En bij die knipperende 70 begon ik al te twijfelen van of het niet 45 was. Was dat geen voorsign dan voor je rode? Er was een jawel, dubbel geel. Daarom dat ik al begon te twijfelen. Ach, ga fietsen met je storm. Ja, dankjewel Rob Jansen, dankjewel. Oh, 40 Rob. Oké, nu hebben we dus weer voor sign van geel. Laat me nu niet in de steek, deze route. Waarom een keer zoveel gigantisch lek? Come on, dude. Staat hier iets waardoor die gigantisch veel lek geeft? What the... 4 FPS, come on! Heel de route ging gewoon fantastisch. En hier is niet vooruit te branden. Jeetje! Ja, ik denk dat het komt door die treinen die hier rechts staan, dat er zoveel verschillende versies staan. Anders kan ik me er bijna niet bij voorstellen. Oh mijn god. Ik weet niet Rob Jansen, want die is al beschikbaar in Duitsland. Of in ieder geval binnen... Dus... Anyway, ik heb hem alleen zelf nog niet gedownload, maar anyway, maakt niet uit. Dus laten wij in ieder geval naar
25 en af. Ja, 20 is ook goed. Geinige die staalwagens. Ik zou ze. Bedoel die hier links staan of die rechts stonden? Ik krijg weer geen 500 trouwens. Of komt het omdat ik nou natuurlijk in Oostenrijk rij, dat ze daar geen 500 kennen? Geen idee, want trouwens mist alleen een Duits. Anyway. Een dusje. Laten we hier maar stoppen, want er moet in principe ook een lok voor gaan komen. Hé, hey, dat zijn Italiaanse! Nice! En die begint echt te lekker, dat wil je niet weten. Het is waarschijnlijk te zien dat er ook Italiaanse treinen tussen zitten. Ja, we reden dus met de busjes inderdaad. Ik denk dat het dat zou zijn inderdaad, ja. Maar goed, well done, you have completed the scenario successfully. En voor degene die het afvroegen, we rijden dus met de locomotion. Goed, anyway.